Ik sta nu op de Kanaalweg. Ik loop nu langs de Polderweg. Lieve vrienden, zoals jullie zien, loop ik weer buiten met de meisjes. Ja. En even een rondje gracht weer te doen. Net de Masterbrug overgestoken. Ik sta nu op de Kanaalweg. En we gaan die kant weer op. Dus ja, ik denk ik laat het maar weer even zien waar ik ben. En ik moet nog eten en al. Ai, ai, ai. En ik was dit ook vergeten. Ik denk, hé, ik moet nog vloggen. Oei jee. Dus welkom bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Lieve vrienden, we zijn weer lekker thuis. Ja, ja. Enkel er is er eentje lastig en dat is meneertje Kandal. Ik heb de deur namelijk op een keertje dat de dames er niet uit kunnen. En ik heb het keukenraam momenteel wagenwijd open. Kom. Nee. Jij komt ook naar binnen. Dit is niet de bedoeling, was niet de afspraak. Moeten jullie snoepje? Moeten jullie binnenkomen? Kom, krijgen jullie snoepje. Kom maar, Kandal. Ga af. Kandal, kom dan. Kandalfie. Nee? Nou, kom snoepje. Ga snoepje, kom dan. Ik heb lekkere snoepjes, hè? Hele grote snoepjes. Ja. Maar dan gaat de deur weer een stukje dicht. En dan bekijk Kandal of het maar. Nou, blijf. Goed zo. Die is nou weer binnen. Dan moet ik die weer op het haakje zien te krijgen. Zo. Wat doen we allemaal? Mag ik er ook nog door? Kennelijk niet, hè? Maar in ieder geval, ik zal de dames, want ik kreeg van Jan van Dam uit Emmeloord, dit voor de dames. Nou, dat is toch lekker? Ja. Dus we zullen het beleven. Ja, ze hebben het al gehad. Maar in ieder geval, ik ga ook even een bakje koffie maken. Ben ik ook al aan toe en een broodje eten. En ik krijg straks bezoek, dus dan ben ik voor die tijd mooi klaar. Dus ik zeg, lieve vrienden. Lieve vrienden, ik ga zo meteen weer naar boven toe om mij om te kleden, want het is niet echt lekker weer. Nee, het is kouder geworden, de wind is opgestoken, het zou nog harder gaan waaien, want we hebben daar alweer een waarschuwing voor gekregen op de mobiel. Dus ja, het is niet echt warm te noemen, in huis natuurlijk wel, maar buiten niet. Je moet wel een jas aan hebben nu. Ik denk zelfs dat mijn dunne jasje te dun wordt, dat ik er nog een dunnere jas eroverheen moet, maar dat zien we nog wel. Maar ja, ik vind het niet prettig, ook aan mijn voeten niet. Die doen al pijn door de kou. Zoals jullie reeds horen, ben ik met een vlog bezig te renderen. Die kan ik nou trouwens op gaan slaan. Eerst opslaan. Ja, ik moet er ook nog een fotootje ergens uithalen, want er komt zo wel wat ik kan doen. Dat is exporteren en delen. En weer opslaan. Kijk, kan die dat werk doen en dan maak ik er zo meteen even nog ergens een fotootje eruit. En dan komt het allemaal goed. Dus ja, ik ga even lekker naar boven, maar ik ga omkleden, want ja. Verkramp. Ik heb trouwens schele hoofdpijn. Ja. Maar ja, ik kan de pret niet boeien. Hier. Daar geniet ik van. Hé? Mijn meisjes. Hoi. Hoi. Kies de kontje. Hé? Ja. Ja, lieve vrienden, dus ik ga even naar boven en ik zou zeggen, tot straks maar weer. Lieve vrienden, wederom vind ik mijn eigen buiten met de dames.
En ik loop nu langs de polderweg. Ja, dus we gaan naar die kant op. En dan gaan we zo ook weer langs richting huis, ja. Want mijn huis komt niet bij mij. Ik ben alweer een tijdje onderweg. Dus ja, zo. Ik ben even lekker aan het sjouwen met ze. En ik heb Elwin die trekt als een tierenlier. En dat heb ik geen plezier in, nee. Dat vind ik geen plezier. Dat die zo trekt als een tierenlier. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Ze zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. En toen waren we weer thuis. Ja, ik ben dan op back en back af. En ik denk dat ook wel aan me te zien is. Ja. Ik heb een sapje ingeschonken voor mezelf. Mijn koffiekopje staat er nog, maar dat maakt niet uit. Want ik neem toch straks weer koffie. Eentje ligt op de bank. En eentje ligt er hier ook bij mijn voeten. En de ander is net naar buiten door het keukenraam. Ik had hem eerst via de tuindeur naar buiten gelaten, maar dan zit hij weer te mekkeren. Ik wilde weer in, laat hem weer in. En dan gaat hij door het keukenraam alsnog er weer uit. En ja, hij wordt oud en dat merk je. En hij heeft de enige problemen met om over die schutting heen te komen en de andere keer niet. Dus ja, als hij problemen heeft, dan wil hij door het keukenraam eruit. Nou, moet kunnen. Ja hoor, komt goed. Maar oké, ik ga even genieten van de rust en even uitrusten. En dat dus. Wat was dat lief, hè? Ja. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen een hele fijne, liefdevolle avond. Het is inmiddels 6 uur geweest. En geniet van elkaar, met elkaar en laat op de avond welterusten en slaap lekker met mooie dromen en gezond uit jullie bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot morgen.